Nou, ik pas. En jij? Ik pas ook. Uithalen. Nou. Nou, spelletje. Ik ben uitgedomineerd, Anne. Oh. Ik zit te barsten van de slaap. Met Wolde, je hebt ook zo'n drukke dag gehad. Ach, dat bezoek boven me eens wegging, hè? Oh, het is bijna 11 uur. Zeg je? Al bijna 11 uur. Oh, die vind ik enig, ja. Heel goed. Maar ik heb er ook nog één. Ken je die van die Australiër die een nieuwe boemerang kreeg? Nee, vertel eens. Hij is 4 jaar bezig om zijn oude weg te gooien. Oeh. Ja. Jongen, dat is een latertje geworden. Ja. Hoe nodig is opstappen? Ogenblik, dokter. Doe me even nog een plezier en laten we alles in het kort nog samenvatten, hè? Dat vrouwtje heet dus... Dat heb ik allemaal achter op dat kaartschetsje geschreven. Oh, neem me niet kwalijk. Even kijken. Ah, Jotja, maatje. Maar? Ja, excuseer mijn handschrift. Ja? Margje. Margje Kraats. Ja, je Margje Kraats, Jotja. En een man is ruim 1 jaar geleden naar Canada vertrokken. En heeft nog steeds geen vast werk kunnen vinden. Ja, dat klopt. Het moet een bekwame kerel zijn, een monteur of zoiets. Maar daar is het met het werk ook al misère. Dan spiegelen ze zich een mooie toekomst voor, zonder eerst eens grondig te informeren. En dan maar hups naar Canada. Ja, ja. En dat vrouwtje leeft van... Van het beetje geld dat een man er op ongeregelde tijden toestuurt. Hij verdient er af en toe iets als los werkman. Juist, ja, maar dat is natuurlijk niet voldoende om die vrouw over te laten komen. Nee. En nog 2 jonge bloedjes van kinderen. En geldelijke steun van iemand anders aanvaardt ze niet. Nee, daar is ze te trots voor. Dat is misschien niet verstandig, maar zo is ze nou eenmaal. Maar ze woont wel in onze gemeente, alleen... Ja, het is wel een eindje buiten het dorp, in een verwaarloosd daglonerswoninkje. Oh ja, ergens midden in het land. Ik zie het, ja. Een stumper, zeg. Maar hoe zou ik haar kunnen helpen? Ja, dat weet ik niet. Ik heb het je alleen maar verteld omdat ik dacht dat het je zou interesseren. Oh ja, maar dat doet het ook. Dat doet het ook. Ik zou haar ook heel graag willen helpen, alleen ik weet niet hoe. Ja, het is hoog tijd dat ik eens opstap, hè? Ja. Drink even je glas leeg, dan vraag ik aan Rombertus of hij je uit wil laten. En denk eraan, vergeet de volgende keer je controle niet, hè? Beste dokter, ik beloof het je, ik zal het de volgende keer niet meer vergeten. Okay. Rustig! Ik moet zeker weer wat naar boven brengen. Dan neem je op, joh. Ja. Ja, meneer? Wil jij onze gast even uitlaten, jonge vriend? Graag, meneer. Heel graag, meneer. Hallo. Hij gaat vertrekken. Nou, hij smeert hem. Hij smeert hem, kun je dat niet een beetje anders zeggen? Oh, hallo. Onze gast gaat vertrekken en ik moet hem uitgeleide doen. Nou zeg, dat klinkt even anders. Want hij smeert hem. Nou ga je. Toen kom je jasje. Je jasje. Dat zou ik bij mijn slaperige hoofd nog eens vergeten hebben. Zo. Ik alvast de tafel voor het ontbijt vanmorgen dekken. Uw eitje, mevrouw. Dank je, Aagje. Nog even koud water gelegd? Ja, anders had ik het zo niet vast kunnen houden. Oh, het zout. Valt me de weg alsof er een ramp gebeurd is. Oh. Het zoutvaartje gisteren mee naar de keuken genomen omdat het leeg was, ziet u. Ik was het vergeten. Dat is toch niet erg? Ik vergeet zo vaak wat. Zou wel de hele dag aan het hollen kunnen blijven. Maar ik doe het maar lekker kalm aan. En jij ook, hè? Voortaan, juffertje. Ja, mevrouw, maar mijn vorige mevrouw werd altijd meteen heel boos als ik iets vergat. En dan gaf ze me een map met de krant. Een map? Had je er minstens 2 mappen terug moeten geven? Maar mevrouw, dat mag toch niet? Precies, dat had je er ook moeten zeggen. Dan had ze me meteen op straat gezet en dan was ik meteen zonder werk geweest. Nou, dat is dan allemaal verleden tijd voor jou, hè, Aagje? Kom, ik ga eens gauw beginnen. Wat ziet het er allemaal heerlijk uit, zeg. Ik heb het water al opgezet voor de afwas. Je bent een voorbeeldig meisje, Aagje. Zo.
is die eindelijk. Hey, Anna. Ja? Nou weet ik waar meneer gisteravond op zat te broeien. Broeien. Broeden. En meneer broedt niet, hij is geen kip. Nee, een haan. Nou zeg. Pardon, Anna. Maar hij zit wel achter een vrouw aan. Ach, je kletst. Nee, echt waar. En hij wil meteen naar toe. Jij probeert mij wat wijs te maken. Anna, wil jij die scheerkwast bij jou houden? Want ik maak jou niks wijs. Nee, ik moet direct de auto wel uit de garage halen. Zo. Oh, is het weer zo ver? Jullie gaan weer op avontuur. Ja. Eerst achter die vrouw aan. En er dan het land uitjagen. Nou is het genoeg, hè. Voor jou word ik niks wijzer. Hier vooruit helpen, maar afdrogen. Of moet je meteen weg? Nee. Ik mocht eerst jou helpen van meneer. Hé, hey, fijn, hè? De hele dag. Ja, dat zou je wel willen, hè? Nee, alleen met afwas heropruimen. Nee, dat bedoel ik niet. Blijven jullie de hele dag weg? Oh, Hanna, dat weet je nooit als je met meneer op stap gaat. Ja, en dat is heel vervelend, want ik weet nooit wanneer ik aan het eten kan beginnen. Nou, ik zou maar eens een keer een beetje opschieten, want ik moet direct naar meneer toe. Dus deze keer niet verkleden, meneer? Nee, Hannepiep, nee. Ik heb mijn plannetje al klaar. Toen ik vannacht een hele poos wakker lag, toen bedacht ik me plotseling dat ik een tijdje geleden van een van mijn allerbeste vrienden een brief had ontvangen. Aha, en toen viel u weer lekker in slaap. Ah, nee, zwijg, Hannepiep. Die vriend van mij die heeft in Amerika een grote farm. Een wat, meneer? Een farm, dat is een landbouwbedrijf. Ja. En daar droomde u van, meneer? Nee. Hij vroeg mij of ik niet iemand wist die verstand had van machines. Ja, want die bedrijven die zijn namelijk eindeloos groot. En een uitstekende monteur zou hij goed kunnen gebruiken. Aha. En toen dacht u natuurlijk aan de man van mevrouw Klaats. Dat ben jij vlug van begrip, zeg. Ja, daar dacht ik inderdaad aan. Kijk, die reis van Canada naar de Verenigde Staten, hè, die is niet zo ver. Nou, dat geld, dat geef ik aan die man. Hè, en als hij zich dan onwaar kan maken, dan is zijn kostje gekocht. En dan kan hij zijn vrouw en zijn kinderen ten spoedigste laten overkomen. Ja. Wel, dat kaartje dat zal ik nog even goed moeten bestuderen, meneer. Is goed. Vooral het laatste gedeelte, dat lijkt me nogal ingewikkeld. Ja, maar je hebt toch wel voldoende benzine, hè? Oh, tip-top in orde, meneer. Dan niet langer aarzelen, maar op pad. Kom op. Jawel, meneer. Even stoppen, meneer. Ik ben aan het dwalen geslagen. Zo, nou je dwaalt maar, hè, jij. Weet je wat jij moet doen? Je moet dat kaartje nog eens even heel goed gaan bestuderen. Ja, ik zie het al, meneer. Ja? We zijn te vroeg afgeslagen. We moeten de volgende splitsing hebben. Kunt u even wachten, meneer? Ik wacht wel even, hoor, ja. En dan kan ik hem eens achteruit gooien. Gooi jij maar eens achteruit. Een kaart lezen en autorijden is jouw taak, hè? Dat weet ik, meneer. Ja. Zit bij mijn salaris inbegrepen. Alsjeblieft, dat maar weer. Nou, wat doe je nou, mannetje? Oh, ook een auto maakt wel eens een keer een grapje, meneer. Ja, waar zit je nou net te turen? Naar het huisje, meneer, waar de dokter u heen wil lokken. Nou. Daar moet het geloof ik zijn, volgens het schetsje. Nou, schiet hem op, rijden dan naartoe. Ja, als je het zo goed weet, schiet hem. Ja. Doe maar, vooruit dan maar. Weet je zeker dat het huisje is, Orbit? Het moet wel, meneer. Het is de enige die er staat. Oh ja? Ja, inderdaad, ja. Nog, erop af dan, hè? Erop af. Maak je zusje nog wakker. Wie kan dat nou zijn?
Zeker weer een bedelaar of een landloper. Goedendag, juffrouw. Zouden wij misschien met u een klein gesprekje mogen hebben? Een gesprekje met mij? Ja. Soms van de liefdadigheid? Nou, in zekere zin wel, juffrouw, maar wij... Aan mijn lijf geen liefdadigheid, meneer. Erg vriendelijk van u, maar ik kan u niet binnen laten, hoor. Ach, doe nou, juffrouw. Ja, heel eventjes maar, mevrouw. Een lief, piep, klein gesprekje. Het hoeft maar heel kort te zijn. Nee, heer, bedankt voor de goede bedoelingen, maar gaat u nu weg, want u stoort me. Ja, maar dat is onze bedoeling niet. Als we over een uurtje even terug zouden komen... Ja, als dat zou kunnen, ja. Nee, heer, zoals ik zei, heel vriendelijk van u, maar gaat u nu weg. Ja, maar dat is dan heel erg spijtig, juffrouw. Ja, nu is het wel genoeg. U weet niet wat u afwijst. Ja, hoor, goedemiddag. Het gedoe ook. Hou die mensen maar van zijn werk. Wat heb je nou vieze neus, pa? Zo. Nou, waar zijn we dan? Ja, alsof we door de meester de klas zijn uitgestuurd. Terwijl we helemaal niks verkeerds hebben gedaan. Wat nu, meneer? We moeten natuurlijk 100 strafregels schrijven, hè? Ja, ik mag geen vreemde vrouwen lastigvallen van de meester. Weet je niks leukers te bedenken? Nee, milord. Had ik van jou ook helemaal niet verwacht, knaap. Dank u, milord. Maar wat nu, milord? Ja, wat denk je wat nu? Rechtsomkeert natuurlijk in haar huis. Oh, dat zal vooral een pak van het hart zijn, meneer. Wat? Als we met kokerellen beginnen. Dat is natuurlijk het eerste wat jij weer aan denkt, hè? Aan Hanna? Nee, aan kokerellen en aan eten. Nou, lach niet, schiet op. Achter het stuur. Vooruit. Afvegen, zo. Maar al die mooie kopjes, mevrouw. Oh, dat is helemaal niet erg, hoor. Het is gewoon een huistuin- en keukenserviesje, maar... Als nou het Chinese theeservies was geweest, was het veel erger geweest. Maar die kopjes heb ik gewoon nieuw. En de theepot? Ja, dat is ook niet erg. Die wou ik toch al nieuw hebben, hè? Zo. Ja, dat is nou weer beter. Oh, rustig maar. Oh, ik vind het zo vreselijk, mevrouw. Zo vreselijk. Ik breek anders als nooit. Ik niet, echt niet. Ik, nou, ik wel. Ja, en dan zeg ik tegen mezelf, wat een bof. Dat hoef ik dan weer niet af te wassen. Hè? Nou, maak je toch een grapje. Ja, waarom nou niet? Als je nou op je neus was gevallen. Hè? Of je arm had gebroken. Dat was toch veel erger geweest? Zo, kom. Hier, neem maar een koekje. Kijk eens, erin, stop hem onmiddellijk. Zo, mond dicht. Hapslik. Zo, heel goed tegen huilbuien. Ja, weet je wat? Meteen er nog één achteraan. Dan kun je meteen weer lachen. Zo, ja, eet maar op, kind. Zie je wel? En nou gaan wij even heerlijk de scherven opruimen, hè? En daar heb jij een klein maar fijn afwasje. Dank u wel, mevrouw. Zo, daar zijn we weer, Anna. Zijn jullie zo gauw terug? Dat was echt niet zo moeilijk, hoor. Oh, dat is lekker. Ook fijn op tijd met eten beginnen. Oh, nee, het is nog vroeg, hè. Nog even tijd om gezellig te zitten. Zeg, vertel eens. Hoe was die vrouw? Nou, meneer keek wel op zijn neus, Anna. Hoezo? Ja, nou, die vrouw die sloeg zo de deur voor zijn baronneneus. Pats, dicht! Nou, nee. Dat vind ik helemaal niet om te lachen, Tom. Die vrouw was zeker geen dame. Nee, maar die dame was wel een vrouw. En een vrouw die precies wist wat ze wil. Ja, nou, de baron laat zich anders nooit zo gauw afpoeieren. Nou, begrijp ik nou niks van. En hij wou er nog wel helpen. Maar wat nu? Nu? Niks. Boom, uit, afgelopen. Zes. Ja, meneer? Komen, nu direct. Jazeker, meneer. Ik moet bij hem komen, Anna. Hij kan niet buiten mij. Ik moet hem zeker troosten. Ach, laat me niet lachen. Je zult wel weer wat vergeten hebben. Maar die de deur wijzen. Zo,
ben je daar? Ik dacht van wel, meneer. Ik ben helemaal niet in stemming voor grapjes. Voor jouw grapjes. Andermans grapje weet ik niet zo gauw, meneer. Ja, alsjeblieft, op met je geestigheden. Jawel, meneer. Nou, luister. Jawel, meneer. Het was toch zo'n geweldig plan, hè? Om dat gezinnetje uit de narigheid te helpen. Inderdaad, een prachtig plan, meneer. Het is namelijk ook helemaal mijn gewoonte niet om een prachtig plan zomaar op te geven. U wilt het dus nog een keer proberen, meneer? Ik wil het nog een keer... Ja, wat sta je er nou te staan? Ga weg. Ga ergens zitten, want je maakt me nerveus. Zit je bovenop op mijn lip staat. Ja, kijk. Ik bedoel, misschien hebben we dat vrouwtje vanochtend toch een beetje overrompeld. Hè? U wilt de volgende keer uw bezoek aankondigen, meneer? Nee. Ik wil het op een andere manier inkleden. Misschien dat een vrouw niet zo gauw door haar de deur zal worden gewezen. Hm? Oh, meneer, nee, dat toch niet, hè? Ik moet me toch niet meer als vrouw verkleden, hè, meneer? Alsjeblieft, Horlepiep, bewaar me. Nee, maar ik heb namelijk gedacht aan Hanna. Hm? Kijk, ik heb Hanna nog nooit betrokken in mijn avontuurlijke liefhebberijen. En ik dacht, Hanna, voor één keer. Wat denk jij, Horlepiep? Het zal voor Hanna erg moeilijk zijn, meneer. Ze kan bijna alles, maar zoiets. Ja, daar was ik ook al bang voor. Maar ja, ik wou toch jouw oordeel even weten. Ja. Nou, wat dan? Ja, wat dan? Hé, ik heb een idee! Ik schrik me weer naar van je. Wat heb je dan? Wat is dat? Een idee, meneer. Dat zal wel wat wezen. Dan slik ik het weer in, meneer. Nee, slik het maar niet in. Al heb ik bij voorbaat niet zoveel vertrouwen in jouw ideeën, kom er toch maar mee voor de dag. Nou, meneer. Ik dacht namelijk... U vertelde mij laatst dat u de indruk had dat mevrouw Maris een zeer goede toneelspeelster zou kunnen zijn. En dat zij u toen vroeg of u niet een rolletje voor haar had. Dat heb ik jou inderdaad verteld, ja. Ik ken Maris. Dat is eigenlijk misschien nog helemaal niet zo'n gek idee. En ik heb zo de indruk dat zij dat misschien ook heel goed zou kunnen ook. Maar als ze me nou maar dat meende toen ze mij daarop antwoordde. Ja, kunt u het er niet voorzichtig voorstellen? Oh, het is misschien een oplossing. Ja. Huh? Oh, Piep, jij bent toch niet zo dom als je eruit ziet. Dank u, meneer. Ik weet niet dat ik er zo dom uitzag. Oh, jongen, het is deze keer ook maar een plagerij. Ja, nou, wat zei je nou nog? Hoezo, meneer? Zou je nou onmiddellijk een automobiel uit de garage gaan halen? En nu meteen, meneer? Ja, natuurlijk. Van onmiddellijk naar mevrouw Maris toe. Vindt u dat nou wel een goed idee, meneer? Straks slaat ze ook de deur voor uw neus dicht. Hoe je? Nou, deze keer is je grapje toegestaan. Maar nu had je je hap weg. Ja, milord. Nee, zeg. Die Tommetje is toch eigenlijk zo gek nog niet, hè? Het is een goed ideetje. Ja. Dat is Agiel met de koffie. Ah, ja. Fijn. Ja. Zet hier maar neer. Zo. Alsjeblieft, mevrouw. Dank je wel. Nou. Zo. Ja, ik weet niet of mijn voorstel in goede aarde valt. Maar toen jij laatst vroeg, omdat ik beweerde dat jij vermoedelijk een hele goede toneelspeler zou zijn, of ik niet een rolletje voor je wist, toen... Nou, dat was van mijn kant eigenlijk maar een grapje, Theobald. Oh ja? Ja. Oh ja, kijk, ik had eigenlijk een stille hoop dat je... Dat ik het zou doen. Nou kijk, het is meer een idee van Pom. En ik moet je eerlijk wel zeggen, ik vind het een heel goed idee. Ja, u zou er meneer een groot plezier mee doen, mevrouw. Nou, het gaat niet in de allereerste plaats om mij. Kijk, ik zou ontzettend graag dat gezinnetje uit de misère willen helpen, hè. En ik zag een mogelijkheid om die man aan een baan te helpen en daardoor dat hele gezin. Ja. Nou, kan ik wel zeggen, wat maken jullie het me vreselijk moeilijk? Nee, Ike. Jij moet het zelf ook graag willen. Ja, maar als ik je nou zeg... Ja, dat wat, ik het wat zeg? Vreselijk graag zou willen doen. Ja. En dat deze manier... En dat ik een fantastisch idee vind van Pom. En dat deze manier van toneelspelen mij bijzonder aantrekt. Ja. Ja. Maar ja, of mij nou lukt wat jullie niet gelukt is... Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Vast wel, mevrouw. Hm? Als vrouw tegenover vrouw zonder capsules. Ja. Capsules?
Wat heb je daar nou plotseling weer voor een idioot ordinair woord gezegd? Wat is dat nou? Nou, meneer, toen ik een tijd geleden vastliep in een kruiswoordpuzzel, toen vroeg ik aan u een populair woord voor koude drukte. Kapsones. Ja, inderdaad waar. Oh ja, je hebt een heel goed geheugen, hoor. Ik ben zeer blij dat onze Pom zo'n vertrouwen in me heeft. Ik sluit mij daar volledig mee aan. Ja, maar pas maar op als ik weer eens een keer op je tenen trap. Maar ja, goed. Wat moet ik doen? Nou, ik vind dat we een nieuw plan moeten maken. Uh-huh. En daar moeten we bij thuis alles eens een keertje grondig bespreken. Huh? Oh, enig. En als wat moet ik me verkleden? Verkleden? Ja. Nou, ik weet niet of je eigenlijk wat moet verkleden. Maar... Oh, wat jammer. Dat vind ik nou juist zo leuk. Ja? Ja. Nou ja, we kunnen wel zien, hè, als het zover is. Maar, Pom, ja, het wordt de hoogste tijd, hoor. We moeten weg. Etenstijd. En we mogen mevrouw Magens niet langer ophouden. Oh, maar jullie houden me helemaal niet op. Integendeel, ik krijg hoe langer hoe meer schik in jullie begrip. Ah, dat doet mij deugd, Ieke. Maar thuis wacht een zeer ongeduldige Hanna op ons. Ja, we hebben beloofd op tijd terug te zijn, mevrouw. Ja, ja. Goed. Nou, goed, Baldi. Dag, Ieke. Tot ziens. Ja. En Baldi, wanneer verwacht je me? Ik bel je morgen of overmorgen nog op. Is dat goed? Fijn. Ja, kom, kom. Goed. Ja. Dag, mevrouw Marek. Ik zal je even uitlaten. Ja. Ik zal een bordje bijhouden, ja? Ach, zo leuk dat je gewoon bij ons in de keuken eet, meneer. Oh, Anna, eet ik anders ongewoon boven? Ach, u begrijpt precies wat ik bedoel. Ja, maar ik voelde mij zo opgelucht na ons succesrijk bezoek aan Ieke Maris, dat ik absoluut geen zin had om alleen te tafelen en dat ik daarom, ja, met jullie permissie natuurlijk, eens een keertje hier beneden wou eten. Nou ja, kijk, ik wou geen nee zeggen, maar anders dan. Ach, foei, Pom. Dat is helemaal niet waar, hoor, meneer. We vinden het enig. Ja, met mij verveel je je altijd maar, hè? Ja. Weet je wat het is, Hanna? Laat die jongen maar een beetje kletsen, hè? Het is en blijft een lastpost. Hm? Ja. Maar hij heeft soms goede ideeën. Hm? Ja. Nou, vooruit. Zoek die koud, laten. Nee. Heerlijkheid. Pom, pom, pom. Ze vragen me wel eens of ik me soms niet schaam. Dan zeg ik, waarom zou ik nou? Het is een mooie naam. Robertus Horlepijp, zo heet ik officieel. Dat is beter dan Jan Jansen, want zo heten er zoveel. Pom, 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 pommetje Horlepijp. Pom, 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 pommetje Horlepijp. Pom, 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 pommetje Horlepijp. Pom, 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 pommetje Horlepijp. Ze vragen me wel eens of ik me soms niet schaam. Dan zeg ik, waarom zou ik nou? Het is een mooie naam. Robertus Horlepijp, zo heet ik officieel. Dat is beter dan Jan Jansen, want zo heten er zo